Week 23. Veel mensen zijn een beetje bang voor het klimaat. Daarom zijn de banken met beleggingsproducten gekomen die historisch gezien best wel gevaarlijk waren. Maar goed, u slikt het voor groene koek, dus uh, welkom bij Current Ratio. Ja, lieve mensen, daar zijn we weer. Nieuwe ronde, nieuwe aflevering en nieuwe kansen. Ik zeg het natuurlijk wel vaker: als u zich nog niet heeft geabonneerd, doe dat eventjes. Notificaties aanzetten. Er is een algoritme dat daar ontzettend blij van wordt. Vanwege het klimaat, daar doen we het natuurlijk uh, allemaal voor. Uh, en ik zou natuurlijk ook willen zeggen: als u een aflevering kunt waarderen, stuur hem door naar een collega, een familielid. En dan heeft u iets om te bespreken bij Waterkoeler Dan Wel Kerst Kalkoen. Dan, lieve mensen. Nieuws van de week. Schakelen we over naar Saoedi-Arabië. Daar bevindt zich het oliebedrijf Saoedi Aramco. U had dat verband natuurlijk zelf al getrokken. Saoedi Aramco heeft een plukje aandelen verkocht. 0,64% van het aandelenkapitaal om precies te zijn. Maar dan wel voor 12 miljard dollar. Nou, snelle rekenaars onder ons die hadden dat natuurlijk al gezien. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde. Deze waardering... Pluk je aandelen tegen deze waardering verkopen, betekent dat het hele bedrijf ongeveer 1,8 duizend miljard euro waard is. Twee keer de Nederlandse economie. En dat voor een oliebedrijf. Saudi Aramco, dat is een, ja, inmiddels mag je zeggen, als we naar de jaarrekening kijken, globaal opererend bedrijf. Was altijd letterlijk een staatsbedrijf. Het. het Verzorgde de inkomsten uit olie en uh, alle technische aspecten, noem maar op, van het uh, winnen, raffineren van olie. Uh, het heeft in 2019 een beursnotering gekregen. En dat was de grootste beursnotering, IPO, Initial Public Offering uit de geschiedenis. Uh, en het gaat dus eigenlijk maar door. En mensen zullen zich dan afvragen: van ja, maar we hebben Shell toch, en hoe verhoudt zich dat dan? Nou, laten we voor de grap maar eens kijken. Uh, de jaarrekening van, uh, van dit bedrijf be bevat natuurlijk een kastroomoverzicht, zoals dat heet. Dat gaan we hier steeds vaker gebruiken, moet u gewoon aan wennen die term. De blauwe kolom hierboven, dat is de kolom van het huidige jaar in miljoenen dollars. Um, daarnaast zien we de, de cijfers van het voorgaande jaar. Een uh, paar interessante cijfers waar je dan altijd naar kunt kijken als je dus zo'n jaarrekening voor u heeft. Als u hem digitaal heeft, even Ctrl of Command F. En dan kun je meteen naar de dingen toe die er toe doen. Uh, dividend is natuurlijk altijd belangrijk. Dit is in miljoenen dollars. Dus dit betekent dat dit bedrijf niet minder dan 100 miljard dollar dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders. Vooral de, de, de staat Saudi-Arabië. Dus als we het hebben over het wegdoen van fossiele bedrijven, dan moet je toch eens naar deze cijfers kijken en je afvragen of je het niet wil hebben. Nou, hoe groot was het nou ten opzichte van Shell? Een ander belangrijk getal is capital expenditure. Dus dat zijn de investeringen die je doet in nieuwe booreilanden, pijpleidingen, terreinen, spoorlijnen. Bedenk het maar om olie uit de grond te trekken en het te verplaatsen havens. En dan zien we daarbovenaan zien we het staan 42 miljard dollar. Dat is wat zij elk jaar investeren om meer 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 gas en olie uit de grond te kunnen trekken. Ter vergelijking dit zijn de jaarcijfers van Shell. Uh, 2023, het laatste boekjaar, zit helemaal links en daar zien we een bedrag van 23 miljard. Dus dat is grofweg de helft. Dus op den duur zou je kunnen zeggen dat Saudi Aramco twee keer zo groot wordt als uh, Shell. Klein dingetje erboven, er wordt wel eens gezegd dat Shell draait op subsidies, dat zij fossiele subsidies zouden krijgen. Dat is niet het geval, zij betalen 13 miljard uh, aan winst in dit, of aan winstbelasting. In dit geval, maar dat tezijde. Op den duur zit natuurlijk een problematische verhouding. Want wat je investeert, moet je afschrijven. Maar in je investeringen zitten de vervangingsinvesteringen, zoals dat heet. Plus wat je extra bijbouwt om te groeien. Uh, misschien een heel raar voorbeeld. Ik had eergisteren twee eters. Dat was een Antilliaanse jongeman met uh, drie kinderen en een Surinamer met eentje. Nou, als je die trend doorzet, dan heb je op een gegeven moment drie keer zoveel Antillianen als Surinamers. Hier werkt dat ook zo. Als je nu niet investeert, heb je morgen geen bedrijf. Nou, is dat dan vervelend als Shell relatief irrelevant wordt? Ja, wel als je die producten blijft gebruiken natuurlijk. Als u uh, olie en gas blijft stoken. En olie, dan moeten we natuurlijk vooral denken aan benzine in de auto. De, uh, de energie die we daarbij verbruiken, die kunnen we nog bij lange na niet uit het stokcontact trekken. Dus blijven dit soort bedrijven belangrijk. Dat zien we ook aan de... Aan de omzetcijfers van dit bedrijf van het Aramco: 440 miljard omzet. Wie heeft dat nou? Er wordt ook een flinke inkomstenbelasting en zakat betaald. Dat is omdat het in een islamitisch land zit, natuurlijk. Zakat, een van de vijf zuilen van de islam. Reken het gewoon als inkomstenbelasting en dan zie je wat de winst voor en na belasting is. Het gevaar voor Nederland zit er me natuurlijk in dat als je heel snel inzet op die groene transitie, je pest je fossiele bedrijven alvast weg, maar in een hoger tempo dan waarin je de mobiele sector kan vergroenen, je uiteindelijk toch afhankelijk bent van het buitenland uh, en daar lijkt het hier wel een beetje naartoe te gaan. Nou, lieve mensen, dan blijven we nog even in het investeringshoekje uh, hangen. Je kunt natuurlijk kijken wat bedrijven investeren. Net zo interessant, nog interessanter is het wat er gebeurt als je die cijfers optelt per land. Dan krijg je alle investeringen in dat specifieke land. En dan weet je of ze gaan groeien economisch in de toekomst. Dat zou natuurlijk wel zo fijn zijn. Uh, bij Duitsland gebeurt er iets bijzonders. Uh, dat hebben we wel eens eerder genoemd. Maar dat is een trend die zich voort lijkt te zetten. Daar wordt dan niet meer extra in geïnvesteerd. En je zou wel verwachten dat dat zo is. Dus het is een beetje alsof de Duitse industrie, ja, ik zou niet willen zeggen uitgespeeld is. Maar in ieder geval wel voor investeerders totaal niet meer aantrekkelijk is. Kijk maar wat er gebeurt. Dit zijn de investeringen in de hele Duitse uh, industrie in een bepaald jaar. Er zijn het verse cijfers uitgekomen. En dit is niet wat je zou verwachten in een gezonde situatie. Uh, rechts boven mijn hoofd ziet u een dalletje zitten, een, uh, een dip naar beneden in de investeringen in Duitsland. Dat was de coronapandemie. Dus op dat moment dachten we dat we allemaal doodgingen. Sowieso onzekerheid van wanneer zou een bepaald bedrijf weer open kunnen. Allemaal vragen. Nou, dat zorgt natuurlijk voor tijdelijk minder investeringen, omdat mensen op hun geld gaan zitten. Dat herstelde zich gelukkig vrij snel. Er werd een manier gevonden om met die pandemie om te gaan. Nou, een beetje thuiswerken, voor zover je dat werken kan noemen. Uh, en daarna was het helemaal gedaan. In die periode werd er alleen wel ontzettend veel geld bijgedrukt, monetaire interventies, uh, noem het maar op. En dan zou je denken dat je dus een, een dip hebt, omdat je even onzekerheid hebt. Dan zou je weer terug kunnen naar je oude niveau als de onzekerheid voorbij is. En dan is er ook nog een hele grote monetaire stimulans geweest. Dan zou je dus extra omhoog kunnen, nog meer lenen om te investeren in de Duitse economie. Maar het tegenovergestelde gebeurt: dat zou die groene transitie kunnen zijn of een of ander sentiment. Het idee bij investeerders is in ieder geval niet van: hé, uh, hey, we gaan lekker naar Duitsland om daar eens een potje te investeren. Nou, je zou er misschien anders onder normale omstandigheden wel verwachten dat daar een grote IPO van een nieuw bedrijf zou zijn. Om het in het kader van die van Saudi-Arabië, Aramco te, te, te plaatsen. Een van de grootste IPO's nog steeds is die wel van Alibaba uit het vorige decennium. 25 miljard voor een Chinese winkel met allemaal spulletjes. Uh, geen Duitse winkel. De belangrijkste recente grote IPO van dit soort, van zo'n dergelijke omvang, uh, is gedaan door Loyens en op de Nederlandse Zuid, als zeer bekend bedrijf natuurlijk. Lolo voor de. Intimi, wat hebben zij gedaan? Ze hebben een stukje uit Nestlé gehaald, het voedingsmiddelenconcern. Een uh, stukje dat er eigenlijk niet helemaal bij hoorde. Heeft een eigen beursnotering gekregen, eigen naam, IPO, Galderma. Ik hoop dat ik het dan goed uitspreek. Uh, wat doet dat Galderma? Dat is natuurlijk ook weer een leuke vooruitblik in de toekomst. Uh, zij, zij doen allemaal huidbehandelingen en dan moet je denken aan esthetische injecties. Zo wordt het door Lolo uh, netjes opgeschreven. Maar dat zijn natuurlijk gewoon de fillers die vrouwen, mannen tegenwoordig in hun lippen spuiten. Dan zien er goed uit op Instagram of op de set voor de camera bij Ex on the Beach. Uh, ja, dat is waar wij nu, uh, nu in investeren. Lolo, gefeliciteerd. Um, was dat ooit anders? Want wat was dan de tijd van de mega-IPO's in Europa? Nou, Deutsche Post bijvoorbeeld is in de jaren negentig naar de beurs gegaan. Um, voor bedragen die we eigenlijk nu niet meer uh, zien. Achteraf was het wel een grote misser. Iedereen dacht dat uh, telecombedrijven het heel goed zouden doen door internet. Ze zijn daardoor een beetje overbodig geworden. Zo is ook in Japan gebeurd. Uh, met NTT Docomo. Uh, lang verhaal, kort. Uh, je hebt dus allemaal van die cycli door hoge, lage rente uh, enzovoort. Uh, ik heb dat uh, in mijn boek beschreven, Euro-Evangelie. Een enorm boek. Er is dus één stuk daarover. Specifieke episoden ga ik gratis weggeven. Omdat ik het gewoon leuk vind om dat te beschrijven. Dus de euforie van de late jaren negentig. Het ging al goed met de economie omdat de Koude Oorlog voorbij was. Meer handel. En toen ging die centrale bank toch nog extra stimuleren. Meer olie op het vuur gooien. Toen kreeg je een gigantische bubbel die ook weer instortte. Daarna kwam de kredietcrisis en daarna pas de uh, coronacrisis. In de beschrijvingen zet ik me bij uh, een linkje en dan kunt u dit hoofdstuk uh, gratis lezen. Uh, het zijn mijn ervaringen binnen Dexia Bank die zichzelf helemaal kapot heeft gespeculeerd. Is gewoon fascinerend, kan je anders noemen. Dan. Wekelijks terugkerend topic: bommen en granaten. Niet alleen omdat kapitein Heddock het wil, maar ook omdat we nu eenmaal in tijden van toenemende spanning leven. En herbewapening. Een van de gebeurtenissen is dat Nederland onderzeeboten koopt. Die kunnen, ja, u raadt het inderdaad al een beetje, zich onder water verplaatsen. En Nederland wil dan een type onderzeeër hebben dat dan heel veel kruisraketten kan afvuren. Om landdoelen aan te vallen. Dat is een behoorlijk uh, agressieve onderzeeër, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook onderzeeërs die alleen op andere onderzeeërs jagen. Nou, deze niet. Nou, daar is iets mee aan de hand. Uh, om de een of andere reden heeft onze demissionaire premier. Vlak voordat hij afzwaaide naar, als het goed is, de NAVO, uh, toch goede vrienden gemaakt in Frankrijk door te zeggen: We gaan Franse boten kopen. En de Telegraaf zegt nu dat er dan een probleem is, omdat daar bepaalde Amerikaanse raketten, dat zijn Tomahawk-raketten, die dus worden afgevuurd op landdoelen, die zouden niet in die onderzeer passen. En dat is dus wat de Telegraaf zegt. Uh, hoe werkt dit precies? Uh, het is normaal. Zo werkt dat tegenwoordig. Dat is de NAVO-standaard om, uh, om een vertical launch system te hebben. Uh, dit is een, uh, een Amerikaanse destroyer. Vreemd genoeg is de kapitein dronken. Ik vind het heel vreemd dat dat op dit niveau gebeurt. Maar als je goed kijkt, dan zie je aan de voorkant van het uh, schip, zie je allemaal luikjes. Als je inzoomt, dan ziet het er zo uit. En hier zitten dus allemaal raketten verticaal ingestopt. En dan kunnen ze. Ook verticaal worden afgeschoten en dan naar een bepaald doel toe gaan. Dat zijn die Tomahawk-raketten. Nou, Frankrijk heeft een soortgelijk systeem. En dan is het dus maar de vraag: of je uh, op jouw Franse boot. onderzeers die kunnen een soortgelijk systeem hebben. of je op je Franse boot dan die Amerikaanse raketten kan plaatsen. Want Nederland had al tegen Amerika gezegd: van jongens, wij willen jullie Amerikaanse raketten hebben. En dan gaan we daarna nog onderzeers uh, uitzoeken. De Fransen die hebben geen Tomahawk-raketten, maar een, een ander systeem. Missile de Croisière Naval. U raadt al een beetje wat dat zou betekenen. Die doet in principe hetzelfde. Is in alle eerlijkheid niet even goed. Heeft een bereik van volgens dit artikel 1000 kilometer en een beetje. Terwijl die Amerikaanse Tomahawks voor meer geld dat dan weer wel. Misschien wel anderhalf keer zo ver zouden gaan. Nou, in zo'n conflict is dat natuurlijk hartstikke belangrijk. Dus kans is groot dat Nederland. Boot heeft gekocht, raketten heeft gekocht. Misschien passen de raketten niet op de boot. Nou, de staatssecretaris van Defensie van der Maat, die gaat over het kopen van spulletjes, uh, die reageert erop. Die stuurt een hele mooie brief naar de Kamer. Hij neemt het artikel van de Telegraaf mee en hij reageert en passant, zo is hij. Multitasken ook even op het artikel in de Volkskrant. En de Volkskrant zegt dat de Fransen heel graag wilden dat Nederland die boten zou kopen. Nederland stuurt er dan een auditdienst achteraan... om te kijken of er geen geld wordt verkwist. En de Fransen die vonden, dat een, uh, die vonden dat niet zo leuk. Die zeiden, nou, ah, je mag wel onze een bootjes kopen. Terwijl ze hem zelf willen verkopen. En dan zeggen ze, maar je moet niet te kritisch gaan lopen kijken... met je auditdienst. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Nou, Christophe van der Maat, die nuanceert het artikel van Telegraaf. Hij ontkracht, het. zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Uh, wat schrijft onze staatssecretaris? Hij zegt, ja, weet je wat het is, lieve mensen... Ik was in Amerika om te praten over het kopen van die raketten. En ze hebben niet gezegd dat hij nooit op een Franse boot zou kunnen bij voorbaat. En dat was natuurlijk een beetje een vervelende ontkrachting. Want de Amerikanen wisten dus destijds niet dat Nederland Franse raketten op een... Uh, of Amerikaanse raketten op een Franse boot zouden willen zetten. Nou, als dit verkeerd afloopt, dan zal Nederland een van de orders moeten cancelen... Of een systeem dubbel moeten kopen. Australië heeft in een, soortgelijk systeem, uh, of in een soortgelijke situatie gezeten. En heeft gezegd: Nou, daar laten we de boten zitten. En dat heeft ze 800 miljoen dollar aan schadevergoeding gekost. Dus dat is waar Nederland tegenaan loopt. Uh, maar goed, de staatssecretaris is optimistisch. Laten we met hem meegaan. Dit zal met een sisser aflopen. En dat brengt ons bij het vegetarische hoofdgerecht van de week: De Groene Hypotheek. Iedereen is bang voor klimaatverandering. En dat betekent dat we naar financieringsvormen toe gaan. die in eerdere episodes. Ik zag het net al een beetje. voor een kredietcrisis hebben gezorgd. Dan moet u denken aan de moeilijke producten van de bank Lehman Brothers. Viel om september 2008. Dat was het officiële begin. van de kredietcrisis. Ze hadden allemaal moeilijke producten. CDO's, asset-backed securities. Niemand begreep precies wat het risico van die dingen was. Uh, toen kreeg je de kredietcrisis, die producten, die beleggingsproducten, die raakten in onbruik om evidente redenen. En wat zien wij nu, als wij nu kijken in het register met uh, goedgekeurde prospectussen voor nieuwe beleggingsproducten, dan zien we dat de asset-backed security van Lehman Brothers, maar niet van Lehman Brothers zelf meer, die is terug. Dus we gaan weer terug naar deze gevaarlijke vormen van financieren. Uh, en dat doen we natuurlijk vanwege het klimaat. Dit zijn meestal groene beleggingen. Dus aan de ene kant is het natuurlijk mooi als mensen zich een beetje zorgen maken om het klimaat de aarde beter willen doorgeven aan de volgende generatie. Wat er nu gebeurt, zou echter wel eens een beetje gevaarlijk kunnen zijn. Daar gaan we het nu over hebben. Daar gaan we ook een beetje terug de geschiedenis in. Wat is dat securitiseren ook alweer. En ja, de geschiedenis, we hoeven niet zo ver de geschiedenis in. Want het is dus weer terug. Nou, nou we even dat lijstje hierboven pakken. Wat is dat nou weer? Uh, ELM, dat is, een, uh, uh, dat is eigenlijk een dochterbedrijf van SNS. Ze hebben een hoop hypotheken afgesloten. Dat willen ze in een beleggingsproduct stoppen. En dat verkopen aan mensen, ja, ook buiten Nederland. Het is allemaal in het Engels. Nou, als je een beleggingsproduct verkoopt... dan moet je een prospectus maken, zoals dat heet. Uh, daarin staat wat de risico's zijn van het beleggingsproduct. En dat prospectus, dat stuur je naar de autoriteit financiële markten. Dus als iemand u persoonlijk bijvoorbeeld opbelt en zegt van... joh, ik heb een beleggingsproduct... en ik wil graag dat u uw hele spaarpot uh, omkiepert... en uh, in mijn beleggingsproduct investeert... Uh, ja, dan is het dus verstandig om eventjes naar de website van de AFM te gaan... Register met goedgekeurde prospectussen, dat is gratis. Tenminste voor de potentiële belegger, niet voor degene die uh, die documentatie moet inleveren. Een stukje bureaucratie. Maar goed, dat voorkomt dat u in de val van oplichters trapt. Nou, het grappige is dat als je met bankiers praat, die worden altijd heel erg boos. Hè? Als een investmentbanker bijvoorbeeld. Als je die vraagt over een hypotheek of je pinpas. Dus dan komt er zo'n hotshot, die komt op jouw verjaardag of bij een of andere borrel. Die zegt, ja, ik ben een investment banker En dan kun je vragen van, ja, mijn pinpas doet het niet. Heb je enig idee hoe dat kan? Uh, dan worden die mensen helemaal, helemaal gallies. Uh, want dan zeggen ze, nee, dat is, ik zit in de investeringskant van de bank. Ik zit helemaal niet in hypotheekjes of die onzin of autoleningen, uh, noem maar op. Wat zij doen, het zijn de movers en de shakers. Uh, zij brengen bedrijven naar de beurs. De IPO's die we net uh, uh, zagen. Nou, als zij dat doen, als zij een nieuw bedrijf naar de beurs brengen... Ja, dan zou je een nieuw aandeel kunnen krijgen waar je in kunt beleggen. Nieuw beleggingsproduct, prospectus. Dan zouden wij dat in het register van de Autoriteit Financiële Markten moeten kunnen zien. Uh, dus, dit is de, het alternatief voor bankaire financiering. Als we echter in dat uh, register kijken, wederom, het zijn duizenden en duizenden prospectussen. Uh, dit is gewoon maar een, uh, een, een selectie. Dan zien we echter iets heel vreemds gebeuren. Al die producten die worden aangeboden, die beleggingsproducten waarin men kennelijk kan beleggen, dat zijn in de regel uh, producten, beleggingsproducten aangeboden door hypotheekbanken. En anders zijn het wel bedrijven zoals Vesteda die woningen verhuren. Wat hier gebeurt, dit is een van de oorzaken van de dure woningen in Nederland. Wat zij hier doen, is dat zij uh, inderdaad moeilijke beleggingsproducten maken rondom uh, uw veel te dure huis en uw hypotheek. Uh, of uw huur. Behalve banken, hypotheekbanken, kijk maar goed, verloop maar door het hele uh, lijstje zelf heen. Ik zal hem bij de beschrijving zetten. Gebeurt er verder niet zoveel. Dus als u een stoere investmentbanker op een verjaardagspartijtje spreekt. en hij wil niet dat u begint over hypotheken, want daar doet hij het niet aan. Hij maakt mooie nieuwe beleggingsproducten. Ja, dat zijn dus wel mooi die hypotheken. Nou, daar gaan we het vandaag eens eventjes over hebben. Nou, is het dan zo dat onze samenleving, ons bankwezen, inderdaad, weer kiest voor relatief risicovolle vormen van financiering, zoals dat securitiseren, beleggingsproducten maken, uh, rond die hypotheken, omdat je iets wil doen met uh, klimaat. De nou, Nederlandse bank zegt van wel, zij zien een sterke stijging in 2023. Uh, in de toename van die securitisaties. En uh, dan gaat het om twee vormen, eigenlijk. Je hebt de klassieke securitisatie. Dat is inderdaad waar Lehman Brothers groot en daarna heel klein mee werd. Je pakt wat hypotheken, doe je in een bal. Uh, degene die hem eventueel wil kopen, kan niet meer zien wat er in die bal zit. Uh, dat zijn je CDO's, je Asset-Backed Securities, die we dus terug zagen komen. Die kun je uh, tegen een mooie prijs over de schutting gooien. Dan kan iemand anders er failliet op gaan. En als ze daar boos worden, ja, dan hebben ze pech. Nou, van dat type financiering zien we inderdaad een toename. Uh, in 2023 om groene redenen. Het gaat nog niet om enorme bedragen, maar de trend is duidelijk. En dat komt omdat banken door de kredietcrisis... maar anderen ook, de samenleving, nog best wel bang zijn voor deze vorm. Uh, daarnaast heb je, en dat is ook het noemen waard... de covered bond of de fundbrieven of Deutsch. De gedekte obligatie in het Nederlands. Wat is dat? Dat is hetzelfde. Dan heb je ook een bak hypotheken. Je fout ze in elkaar, je gooit ze over de schutting... Bij een gedekte obligatie of een covered band, zag je ook in het overzichtje net, dan bestaat er de mogelijkheid voor de onvertuinlijke koper om het zaakje weer terug te gooien over de schutting. En dan moet je als verkoper alsnog zelf de rommel uh, uh, opruimen. Uh, hoe dan ook, deze vorm van financieren is dus weer terug, omdat we het allemaal uh, groen en anders willen doen. Nou, rondom... Uh, Moeilijke beleggingsproducten verkopen met risico, maar vanwege de planeet. Ja, met dat idee is eigenlijk een, een hele nieuwe cultuur ontstaan bij banken. Uh, we, we doen het niet voor onszelf, hè. we willen niet zakken vullen. We doen het voor de samenleving. Armin Amro heeft daar een heel mooi recruitment filmpje van gemaakt. Dat spreekt eigenlijk wel, wel boekdelen. Ja, maak een verschil, uh, begin bij ons. Want wij offeren ons op voor de samenleving. Je kunt ook zeggen, nou, als je iets met zorg wil doen, dan ga je in een zorginstelling werken. Word je zorgheld of je gaat oceanen opruimen of bij de politie. Nou nee, dat zijn allemaal zakkenvullers. Wij leveren hier het goede werk bij ABN AMRO. En dan komt hij dan zeggen ze, ja, meer vrouwen is beter. Kijk, ze hebben allemaal witte mannen, gadverdamme. Maar ze hebben ook niet genoeg duurzame hypotheken. Daar moet aan wat gedaan worden. Duurzame hypotheken. Meer groene financiering heet het. En dan ga je dus inderdaad meer securitiseren. Uh, en dan toch dat gevaarlijke hoekje opzoeken. Nou, om dit wat meer inzichtelijk te maken voor de mensen die niet meer weten wat uh, securitiseren is. gaan we het in vier minuten uitleggen. Dus pak er koffie bij. Geen wijn of bier, hoe lekker dat ook is. Even op de top van het bioritme. Uh, en dan zijn we weer helemaal bij bij wat securitiseren ook alweer was. Maar is ook relevant, want het komt dus weer terug vanwege het klimaat. Goed, securitiseren. Hoe werkt dat? Wij hebben een bak aan hypotheken, en daar gaan wij leuke dingetjes mee doen. Maken er een beleggingsproduct van. Uh, en dan moet je dus, zoals gezegd, één prospectus aanvragen. Nou, dat is gewoon een pak papier en wordt helemaal aan uitgelegd... Uh, ja, welke hypotheken er dan worden verkocht, wat het vermeende risico is. U kunt het uh, bovenste voorbeeld kunt u zelf opvragen. Link zit al in de beschrijving van EDML 2024-1BV. Nou zijn er meer. Asset-backed securities verkopen ze. Uh, en dit is gewoon een dochteronderneming van uh, SNS natuurlijk. Nou, als je in zo'n document kijkt, dan word je helemaal niet blij... Uh, er zijn mensen die hebben het als baan om deze documentatie uh, te schrijven, dan wel te controleren. En als journalist moet je het ook kunnen lezen. 359 pagina's tekst om hier een bak hypotheken te verkopen. Dit is, gaan we natuurlijk niet samenvatten. Waar het voor nu even om gaat, is belangrijk: is dat u ziet dat die hypotheken, u kunt het zien als een straat met mensen, die zijn onderverdeeld in klassen. En uh, die klassen. Beleggingsproducten die hebben dan een, een ander risicoprofiel en dan kunt u dat kopen. Dus je hebt hele veilige hypotheekproducten uh, en dan krijg je een lagere rente. En zo kun je het zelf een beetje kiezen wat u wil. Het idee dat heel veel mensen hebben bij bijvoorbeeld ABN Amro, dat is de ontzettende duurzame woke bank geworden, uh, is dat mensen daar dan hun spaargeld heen uh, brengen. Daar wordt dat spaargeld wordt dan uitgeleend uh, naar mensen die misschien een hypotheek willen hebben. En dat betekent dat, dat is de keerzijde, dat de mensen die in die huizen wonen, die gaan een rente betalen aan de bank. Nou, als we dat schematisch samenvatten, dan ziet het er zo uit. Ik heb ook een, een plaatje ingevoerd van Erik. Armin Ambro heeft ook gezegd dat seksualiteit heel belangrijk is. Uh, zij hebben Erik in dienst, uh, omdat ze zo divers zijn. Hij is een soort procesmanager, dus hij zou dit kunnen doen. En Erik, die zegt, ja, ik ben polyamureus. En dat betekent dat ik <laughs> eigenlijk. De hele bank te grazen neemt. Nou, dat kunnen we natuurlijk alleen maar goed vinden. Maar dit is dus ABN Amro. Je ziet de mensen links, die betalen rente naar de bank. En dan gaat er een kleiner stroompje naar rechts. Want ja, de bank die moet ook leven. Die moet die duurzaamheid kunnen vergroten. En dan hebben de, de spaarders wat. Uh, wat rente die natuurlijk veel te laag is. Nou, zo denken wij dat banken werken en dat is natuurlijk niet het geval. Dat is niet hoe ze echt werken. Hoe het echt gaat, dat is als volgt. We hebben de mensen links, de huizenkopers, en die kennen een verschillende mate van uh, ja kredietwaardigheid zou je kunnen zeggen. Nou, wat de bank doet is dat ze die rentes, hypotheekrentes, die gooien ze op een hoop. Dan krijg je één grote geldstroom. Dus als u een hypotheek hebt bij bijvoorbeeld ABN AMRO, ja dan betaalt u daadwerkelijk wel een ABN AMRO. Het gaat van uw rekening af naar een ABN AMRO-rekening. Alleen uh, wat Erik de Polyamureus doet, is dat hij die bak met geld... die voegt hij samen in één grote emmer met geld. En die stort hij uit, die maakt hij over naar een, uh, naar een trustkantoor... dat voor de gelegenheid is opgericht. Dat is gewoon een bedrijfje met wat kamerplanten. Er gebeurt daar verder niets. als zit er vol mee. Um, en dat doet dingen die de bank niet mag of wil doen. En dan kan de bank zeggen: Ja, wij verkopen uw hypotheek niet door. Nee, dat doet het trustkantoor namens uh, de bank. Nu wordt het misschien ingewikkeld. Zo ingewikkeld is het ook niet. Wat dat trustkantoor doet, of de, de behandelaar, de, de, de administratief assistent, zij passen het kaskademodel toe, zoals dat heet. En zij zeggen, nou, weet je wat we doen? We hebben vier beleggingsproducten in dit voorbeeld. Uh, eerst krijgen de beleggers uit de tranche A, die krijgen dan uh, de rente uitgekeerd aan de totale optelsom... Van de mensen in dit straatje bijvoorbeeld die dan uh, uh, rente hebben betaald. Nou, Als alle vier de huizenbezitters inderdaad hun rente betalen... dan krijgen ze zowel bak 1 als 2 en 3 en 4 uh, uh, rente. De afspraak is dat de eerste plak, die moet helemaal voorzien worden. Alle beleggers daar moeten tevreden worden gesteld. Dan mag er pas geld naar de volgende bak, dus de rente iets hoger. Dus als twee van de vier mensen hun rente betalen... Ja, dan krijgen daar de beleggers ook alles wat ze willen... Het kan een pensioenfonds zijn, een institutionele belegger die zegt, nou, doe mij dat plukje maar. Uh, dan wordt het iets gevaarlijker. Uh, dat heet mezzanine of mezzanino, financiering in het Italiaans. Dan kom je bij iets risicovollere financieringsproducten uit. Want misschien gaan drie van de vier mensen wel wanbetalen Of Sorry, één of twee van de vier. Uh, dan krijg je daar bijvoorbeeld 5% rente. En de equity tranche, zoals die vaak heet, dat is de laatste bak met water of rente. Ja, er gaat pas daar iets in als al die anderen uh, vol zijn. ja, Zodra er maar wordt wanbetaald door een van de mensen. U mag zelf inschatten hoe groot u de kans acht van de huizenkopers dat ze dat gaan doen. Ja, dan vallen daar de klappen. Dus als u denkt dat iedereen zijn hypotheek gaat betalen. Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden daar cashflow inkopen. En dan betaalt iedereen toch. Nou, als er dan een keer iets gebeurt, dan bent u ook wel uh, de klos en iedereen kan het kopen. Nou, laten we ervan uitgaan dat iemand eens een keer wan betaalt. Bijvoorbeeld uh, de heer linksboven, ja, dat is een hetero man. Dat vinden ze natuurlijk heel erg. Bij Abin Ambro, nou, een van de vier huizenbezitters wan betaalt. Nou, dat betekent dat de laatste bak dat daar geen rente meer voor is. Als er nog iemand wan betaalt, nou, dat zou natuurlijk de Baviaan kunnen zijn, ja, dan, uh, dan is er nog een belegger uh, uh, de klos. En uh, om tranche A en B te raken, zou letterlijk iedereen vanaf morgen ja, geen hypotheekrente meer moeten betalen. En dat kan natuurlijk alleen als er een uh, kernoorlog is begonnen. En ja, daar kun je niet tegen verzekeren. Goed, dit is securitiseren. Bak met hypotheken. Je fout uh, de rentebetalingen in elkaar en je verdeelt ze over die tranches, over die bakken. Alleen dan weten de beleggers niet van wie ze rente krijgen. Dat is securitiseren. Nou, zo wat verder in die prospectus bladeren. Het zijn er heel veel. Hè? We pakken gewoon een willekeurige. Net hadden we iets met SNS of Airbnb Ambro of ING. Laten we nu eens kijken wat Rabobank maakt. Die hebben Green Storms, hebben de Storm Series. Voor het securitiseren van hypotheken. Jongens bij de Rabobank, ik vind dat geen handige titel. Want bij de kredietcrisis werd er altijd gezegd van ja, we worden echt geraakt door een perfecte storm. En dan wil je een veilig beleggingsproduct verkopen en dan geef je dat de. Verwijzing naar een storm, de green storm. Je hebt verschillende soorten stormen. Nou, als we in die documentatie kijken, dan zien we inderdaad dat zij in dat voorbeeld geen vier of vijf, maar drie klassen hebben. Dus bij klasse B of C, als u daarin belegt, dan krijgt u pas geld als klasse A uh, helemaal tevreden is gesteld. Steeds andere uh, voorwaarden. Nou, wat... Uit die documentatie ook opvalt, is dat die banken reclame maken in het buitenland, want het is in het Engels, dat zij reclame maken met de nationale hypotheekgarantie. Dus een Japans pensioenfonds, ik zeg maar wat, zou misschien ook een plukje van die uh, hypotheekleningen willen hebben, omdat Nederlanders gewoon altijd netjes betalen. Dus het zijn gewilde beleggingsproducten. Um, maar misschien maakt men zich in Japan zorgen over de, de mate waarin die Nederlander gaat terugbetalen. En dan zegt de verkopende partij van de hypotheek, Rabobank in dit geval. Maar die anderen doen het ook. Van ja, maakt u zich geen zorgen. U kunt een beleggingsproduct kopen. En als dat fout gaat, dan lapt de Nederlandse staat wel. Dit wordt trouwens ook een hele andere uitzending. Dan gaan we het over die nationale hypotheekgarantie hebben. Want de Nederlandse overheid die moet dit dus voor allemaal, voor iedereen garanderen. En dat is eigenlijk niet vol te houden. Maar goed, dan bent u toch eventjes met mij mee door zo'n. Uh, door zo'n prospectus gelopen. Wat wij ook zien is dat ze nou, wordt uitgelegd dat zij hypotheken verkopen. Natuurlijk is het zo, had u al uit het voorgaande kunnen opmaken. Uh, er moet inderdaad een partij zijn die optreedt als een soort van bemiddelaar. Uh, dus het kamerplantbedrijfje, het brievenbusbedrijfje dat uh, administratieve taken waarneemt. Het is dus vaak het bedrijf Intertrust. Uh, die hebben ook allemaal. Toch interessante internationale klanten voor die kamerplantbedrijven. Dat verwijs ik naar een andere uitzending, natuurlijk. En wat er nu gebeurt, en dat is dus vrij uniek. En dat is dat die banken zeggen: van ja, maar jongens, wij doen dit omdat wij zo groen willen zijn. Banken hebben een soort standaard internationaal gemaakt. En dat heet de Green Bond Principles. En uh, ja, want we gaan natuurlijk niet zomaar die hypotheken securitiseren. Dat doen we omdat we zo fantastisch uh, groen willen zijn. Nou, uh, dat ICMA, dat is de, de instelling die dat doen. En die hebben natuurlijk, denkt u bij zichzelf, die hebben een soort document opgesteld met een lieve erop. Want dan voelen we ons helemaal: uh, people, planet, profit, dus vooral planet. En ja hoor, hier zien we dat. Wat betekent dit? Wat, wat betekenen die groene principes? Wanneer is een woninghypotheek pas groen... zodat je um, erin moet gaan beleggen en dat je het al zodanig kunt verkopen? Nou, dan staat er een heel belangrijk principe. En dat heet use of proceeds. Dus als je een groen beleggingsproduct wil maken... en er gaat dan geld naar dat beleggingsproduct toe... ja, mag het dan wel groen heten? Is het wel groen? Ja, het is groen als er groene dingen mee gebeuren... Dat is wat die instelling hier zegt. Uh, dat is natuurlijk een, een open deur van je welste. Je moet wel eens aan het coronafonds denken. Dat deden we vanwege de zorg. Daar was dat principe er niet. Dan zeggen we nou, we gaan vanwege de pandemie 800 miljard euro lenen. En dan kunnen we daar uh, bijvoorbeeld Duitse kunstsubsidie mee financieren... Dus wat doe je met de proceeds? Dat vond iedereen normaal. Nou, de banken hebben hier in ieder geval, dank u wel toch even helder opgeschreven dat als je voor groene dingen geld ophaalt, je dan ook uh, groene dingen moet doen. Nou, als we in het prospectus, in dit geval van Rabobank kijken: van... hoe weten we dan zo zeker dat ze wel echt groene klimaatneutrale dingen doen? Nou, dat wordt hier uitgelegd in punt 7.4, pagina 192. Ik ga een keer een wedstrijdje organiseren. Dan laat ik tien mensen komen en dan moet u het zo snel mogelijk doorlezen. zonder in slaap te vallen. Lijkt me heel leuk om te kijken wat er gebeurt. Dat gaan we inderdaad opzetten. Nou, hoe weten we dan dat de, de Green Eligibility Criterion. is het wel groen genoeg? Ja hoor, want er zitten alleen maar hypotheken. Uh, in deze bal met hypotheken die we dus over de schutting gaan gooien. er zitten alleen maar hypotheken in van mensen die uh, een goed energielabel hebben. Want anders is het geen ja, klimaatneutrale hypotheek. Uh, en is het niet groen? Meer is het niet. Dus als u een groene hypotheek heeft, dan is die groenheid vanwege uw energielabel is een reden om te zeggen: Nou, daar gaan we er ook maar lekker in beleggen. En er komt natuurlijk een tijd dat de Europese Centrale Bank uh, vooral wil dat er in dit soort beleggingen wordt gehandeld. En als je dan geen energiezuinig huis hebt, ja, dan ben je natuurlijk gewoon, uh, uh, gewoon de klos. Nou. Afsluitend, want het is al zo ongeveer een beetje mooi geweest natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het u duizelt dat securitiseren. Het was weg, maar het komt weer terug. Nou weet u hoe het werkt. Uh, je zou heel graag willen dat je een economische wetenschap hebt. Of, of wetenschap natuurlijk die wat verder gaat uh, over de veiligheid van het bankwezen. Die zich hier dan een beetje over uitspreekt. Van jongens, is dit nou wel uh, slim wat hier gebeurt? Interessant genoeg hebben wij bij de Universiteit van uh, Groningen, dat is natuurlijk niet de minste. Een leerstoel voor sustainable banking. Uh, en daarop vinden wij de zeer respectabele Sandra Flippen. Uh, niet om persoonlijk te worden, niet om vervelend te doen, maar een klein beetje wel. Mensen zullen dan zeggen: Ja, Sandra Flippen, dat is een onafhankelijke wetenschapper. Die met klimaat op het netvlies de studenten zal vertellen wat verstandige vormen van financiering zijn. Ja. Um, die stoel, die leerstoel, ten eerste die is gefinancierd door de Nederlandse Vereniging van Banken. Dus dan krijg je wel een leerstoel die misschien onderzoek produceert dat niet heel snel zal wijzen op de gevaren van financiering. Maar vooral zegt, maar, ah, het is het klimaat, dus ga maar gewoon ontzettend uh, hard lekker geld uitgeven. Mevrouw Flippen zegt ook wel eens van ja, onze kinderen zien ons liever zuinig op het klimaat dan zuinig met... Geld, dus dat is een soort pleidooi om vooral heel veel geld te lenen en dat dan weer uh, door te schuiven met die mooie securitisaties. Uh, dat is in ieder geval de kant die de universiteiten en de banken hebben gekozen. Ik zou er wel bij willen zeggen dat. Uh, hele agressieve vormen van financiering toelaten op de huizenmarkt. Dat zal het weer niet veranderen, maar het maakt de huizenmarkt wel instabieler en het maakt de huizen onbetaalbaarder. Maar goed, wat ik zei, de banken en de universiteiten die hebben hun uh, kant gekozen. Wederom in het kader van. U zou het kunnen lezen, we doen het in de beschrijving. Wil ik afsluiten met dit paper van het uh, IMF, International Monetary Fund. Als een reflectie op de kredietcrisis uit 2013, waarbij ze zeggen: we gaan nu even. Uh, de kredietcrisis, het stof begint op te waaien. We hebben een beetje door wat de schade is. We hebben lessen kunnen trekken. En wat het IMF zegt, geheel terecht, is: van ja. Securitiseren, dat zorgt ervoor dat je ja, een beetje olie in het systeem stopt, want beleggingen worden vloeibaarder. Vroeger, hè, in de slechte oude tijd, was het zo dat je een hypotheek verstrekt als bank. Ja, dan zat je er 30 jaar aan vast. En nu kun je hem inderdaad verpakken en over de schu schutting gooien. Hartstikke leuk, dat zorgt voor allerlei nieuwe dynamiek. Dat is het mooie. Het gevaar is echter dat je wel vraagt om, um, om veel risicovollere uh, vormen van financiering. Je krijgt een hele verkeerde prikkel. Want wat gaan banken natuurlijk doen? Die gaan natuurlijk veel meer hypotheken verstrekken, want dan krijgen ze een fee op het moment dat ze hem hebben verkocht. Daarom had je vroeger ook bankverzekeraars. En dan zaten die verzekeraars in huis. Uh, bij die banken. Dan ging je langs bij de bank, kreeg je een veel te hoge hypotheek. Moest je ook nog een levensverzekering erbij nemen, die misschien overbodig was. Uh, vervolgens kon de bank de hypotheek securitiseren. Kregen ze via de financiële markt het geld meteen weer terug. En dan zeiden ze: Oh joh, neem er nog een lening bij voor een dakkapel of een vakantie. Destijds had je uh, een leen van Frisia. Wellicht kent u hem nog wel, van Dirk Scheringa. Uh, Leen van Friesia die had van die vreselijk irritante reclames. Uh, cabaretier Gabriel Guzman die vindt er dit van en ik kan er wel inkomen. Dan zagen we een gezin dat zei, oh we willen graag een uh, hele dure badkamer of een keuken. Maar we hebben er geen geld voor, misschien moeten we sparen. Hè? Een beetje Nederlandse spaarzaamheid. En dan kwam Leen van Friesia en die zei, nee neem gewoon een extra krediet. En dat securitiseren we dan. En zo zijn we die kredietcrisis ingerommeld uh, met in Nederland het werk van Dirk Scheringa. Maar goed, die anderen deden het dus ook. Nou, Leen van Vriesia is weg en Nederland heeft daarna met zichzelf afgesproken van... we moeten lessen trekken uit die uh, kredietcrisis. We gaan bijvoorbeeld nooit meer toestaan dat jouw hypotheek op jouw huis... Hoger is, de schuld is hoger dan de waarde van je huis. Want dat is gevaarlijk. Als je in paniek moet verkopen, bijvoorbeeld, om wat voor reden? Ja, dan blijf je met een restschuld achter. En daar hebben we heel veel ellende mee gehad. Daarom was inderdaad de regel: uh, niet meer lenen dan je huis waard is. Want anders ben je een soort leen van Frisia. Nou, wat er nu gebeurt, en dat is iets waarvan. Collega's, internationale collega's, journalisten zich afvragen waarom wij dat doen. Is dat wij die voorzichtige regel weer hebben doorbroken. Wij staan nu toe dat u weer een hypotheek heeft die meer is, hoger is dan de waarde van uw huis. Als u maar met zichzelf afspreekt dat het een erg duurzame, klimaatneutrale hypotheek is. En die gevaarlijke hypotheek wordt dan verkocht als een heel mooi groen. Beleggingsproduct. En op die manier begin je de fouten die zorgden voor de kredietcrisis, die begin je dus te herhalen. En dan mag je jezelf afvragen of dat slim is en of je met het maken van gevaarlijke beleggingsproducten de planeet inderdaad wel helpt. Dit is de methode die we nu hebben gekozen. Uh, misschien iets leuks voor een nieuw kabinet om hier toch nog eens over na te denken. Een gevaarlijke vorm van financieren zorgt niet voor een lagere temperatuur. Dit was Current Ratio. Dank u voor het kijken. Tot volgende week.